Dan komt er weer een sprintje. Oh, in dat binnenbochtje. Oh, allemaal gewerkt. En toch nog voorbij. 5-4-11. Ronald Oosten, Lars Maat. En wat komt pas Conqueror versus Plazina Veen. Ja, dat is altijd lastig uit, hè. 419 en 420. De eerste meisje is daar. Ilse Wolf. MBS Sanne, Bram en Matthijs. En uiteraard komen die uit Plazina Veen, hè. We gaan naar de tweede plaats en dat zijn de Pastoortjes. Sam, Marnik en Niels. Ja, die hebben een katholieke opvoeding gehad. En die noemen zich de Pastoortjes. En dan gaan we naar de winnaars en dat zijn de Turbootjes. De Turbootjes. Sanne, Marjolein en Pierre Ellen. En die zijn wel van de handbalclub, geloof ik, hè? Ja. HV Actief. Sanne Doornbos, Marjolein Brands, Pierre Ellen Pat. 1 beker, maar die komt nog. Nee, we hebben 3 bekers. Niks aan de hand. Dames en heren, een applausje voor de beste 3 trio's. 12:25 was. Lang binnen, maar ik denk dat ze hier wel staan, hopelijk toch. De allerjongste, ik zei 5 tot 6 jaar, maar er staat zelfs 4 tot 6 jaar bij. Dus ja, nog even en we halen ze rechtstreeks uit de wieg naar de kindertribune. De derde plaats gaat naar Lars Maat. Het plezier naar beneden. Goed gedaan, Lars. En zijn arm is nog helemaal vol met de nummers, startnummers. De tweede plaats gaat naar Ronan Oost uit Emmergom Paskom. Ronan, daar komt hij aan. Hoge trap op. En dan is hij er. Goed gedaan, Ronan. Hey, precies dezelfde eindtijd trouwens als Lars. Dus dat is echt een fotofinish uitslag. De winnaar die was daar nog een paar seconden sneller. Hij komt wel uit Plazina Veen. Lars Koopman. Ik zag hem binnenkomen hoor, die Lars. Ongelooflijk. Hij is de kleinste van allemaal, maar wel de snelste. Dames en heren, een applaus voor Lars, Ronan en nog een keer Lars.